welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga vandaag naar Overasselt. Overasselt. Is het Overasselt of Overasselt? Dit heb ik op het web gevonden. Over is het Overasselt of Overasselt? Nou, sorry voor degene die daar vandaan komen en weten dat ik het verkeerd zeg. Het is ergens onder Nijmegen en ik ga daarheen om te vloggen. Er is een trainingsevenement en daar kun je met verschillende groepen kun je workshops krijgen in trainingen. En ik ga daar nu heen voor de ochtendtrainingen en dan is er lunch en dan is er nog een middagtraining. En mijn buren kijken me op dit moment heel raar aan. Dus laten we gaan. In Overasselt en ik ga nu even kijken waar de informatietent is, want daar moet ik heen. Ik ben aangekomen bij de landelijke scoutiviteit 2016. Ik heb een foldertje gekregen met alle informatie erin, bijvoorbeeld de planning, het programma. En dit is wel super leuk, ik heb mijn eigen perskaart gekregen. Dit is het programma. Nou, je kan zien dat ze hier al vanaf vrijdag zijn. Ze blijven tot zondag. Het is nu zaterdag en we gaan straks alweer lunchen. Het is al bijna 12:30. En om 14:00 start het middagdeel met trainingen. En daar gaan we even een kijkje nemen. En het thema van dit jaar is binnenste buiten. Hoe binnenste buiten ben jij? En bij aankomst heeft iedereen een krijtje gekregen. En op het terrein staan her en der borden met daarop een binnenste buitenvraag en daarop kan jij je creatieve tekst schrijven om te laten zien wat jou inspireert binnen scouting en buiten scouting. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Dus we gaan zo even naar zo'n bord toe. Even kijken wat de mensen hebben opgeschreven. Hier achter mij is zo'n bord waar je op kan krijten. En de vraag is: wat betekent binnenste buiten voor jou? Nou, ik zag al wel een grappig antwoord. Kim Possible, wie kent haar niet? Transparantie, eten, Titus, ja. Inside out, sushi, openstaan voor dingen. Everybody gets high sometimes. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on. Ik sta hier met Arjen. En Arjen, wat houdt de landelijke scoutiviteit in? Nou, landelijke scoutiviteit is een landelijke ledenactiviteit. Voor alle stafleden, mensen die graag 2 dagen vermaakt willen worden. En dan vermaakt in de vorm van het volgen van een leuke training en workshops. 'S Avonds hebben we kleine feestjes met elkaar, een leuk kampvuur met entertainment. En mensen kunnen op allerlei gebieden trainingen volgen, speltrainingen. Je wordt op de achtergrond misschien wat geluid, er wordt vuursmeden. In het bos zijn ze bezig, zijn groepen onderweg. Dus gewoon een heel actief weekend waar 250 deelnemers zich vermaken. Oké. Okay. Ja? Hoe zet ik het? Niet gebrand? Nee, dat. Oh, ik ben hier met Justin. En Justin, wat zijn jullie hier in het bos aan het doen? En wij zijn met een groep deelnemers zijn we hier een trappersbaan aan het bouwen. En iedereen is momenteel bezig om een eigen onderdeel te maken. En daar worden heel veel verschillende materialen voor gebruikt. We hebben net een instructie gegeven, dus iedereen weet hoe ze die materialen moeten gebruiken. En het doel is dat er dus allemaal hele unieke onderdelen gemaakt worden, die dan vervolgens op elkaar aansluiten. En dan hebben we 1 trappersbaan. We zitten hier nu in de kampvuurkuil. De lunch is voorbij. We hadden soep gehad en brood, dat was heel lekker. En nou ja, nu beginnen de trainingen weer. Maar ik zit dus nu even in de kampvuurkuil en daar wordt vanavond een optreden gegeven voor de mensen die hier die workshops en trainingen volgen. En daar treedt Tram op. Ik weet niet wie het is, maar het schijnt heel leuk te zijn. En hier zijn trainingen bezig over de bevers. Daarachter in die tent zitten de welpen.
En daar nog verder achter zitten de explorers. En je leert daar bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met een bever of een welp. En mij lijkt dat wel heel erg handig, want ik ben sinds kort de welpenleiding. Nou, dat was het weer. De landelijke scoutactiviteit 2016 voor mij. Ik heb echt iets heel liefs gekregen. Een potje feest met allemaal feestartikelen erin. Super lief. En twee toffe insignes met erop. Landelijke scoutactiviteit 2016. Samen leren en genieten. Nou, genoten heb ik zeker. Ik vond het echt een super leuke ochtend en middag. Ik heb niet veel workshops en trainingen meegedaan. Maar ik heb wel veel gefilmd, veel gezien. Hele lieve mensen. Dat was echt heel leuk. En hierbij ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het ook een leuke vlog vonden. En tot de volgende keer.